Goedemorgen. Volgens mij ben ik er. Ik ga nog even mezelf opzoeken. Dan kan ik jullie reacties weer meelezen. Even kijken. Ja, goedemorgen. Alles staat helemaal goed. Welkom allemaal weer. Nieuwe live op deze warme dinsdagmorgen. Het is hier ook echt niet te hard en zo warm. Ik heb dus echt al een aantal dagen eigenlijk niks gedaan, omdat het hier gewoon te warm is in mijn hobbyhok en ik hier niet de mogelijkheid heb om een airco neer te zetten. Ik heb een klein hokje vandaar. Nou, ik drink ondertussen nog even mijn koffie op. Dan kan eventueel de rest mij ook nog vinden. Nee, het is echt te warm geweest. En ik hoop vandaag het uur vol te maken, maar ik beloof niks. Want ik heb ook nog. Ik heb echt niet de mogelijkheid om uit te lopen en nog een aantal afspraken hierna. Maar goed, ik heb geen hele moeilijke. Ik heb wel een leuke creatie, denk ik. Geen hele moeilijke. Dus dat moet vast goed komen. En wat ik nog wel even gedaan heb, is een voorbeeld gemaakt. Nou, meestal lukt me dat niet, omdat ik met te veel dingen tegelijk bezig ben. En dan wil ik van alles en dat lukt dan weer niet. Maar ik heb vanmorgen een voorbeeld gemaakt. Weliswaar niet met deze collectie, maar met een andere collectie die ik had nog liggen van Craft O'Clock en dan de Soulmates. Had ik nog een paar dingetjes van liggen. Ik denk, oh, daar kan ik nog wel wat mee maken. Nee, ik zeg al, ik heb geen moeilijke creatie. Dus ik ga gewoon lekker met jullie creatie maken. En als die klaar is, stop ik gewoon. Dit is de creatie. Nou, dit is natuurlijk een kaart die. Hè, dat heb ik echt niet zelf bedacht. Ik bedoel, dit model heb ik al heel vaak voorbij zien komen. Maar ik blijf hem wel leuk vinden. En hij stond eigenlijk al best wel lang op mijn lijstje om een keer te maken. En ik dacht, ja, dit is niet moeilijk. Toch een leuke creatie, dus die gaan we doen. En ik ga hem wel in de live ietsje anders maken. We hebben hem nu zo, hè, als je hem dan open doet. Ja, eigenlijk heb je, hoe noem je zo'n kaart? Niet van links naar rechts, maar van boven naar onder, onder naar boven. Ik ga vandaag zo maken. Maar ik ga ook de twee paneeltjes die we dus van de zijkanten afhalen, dat gaan jullie zo zien, gaan wij net op een andere manier opplakken. En dat is een manier die ik gezien heb bij Iced Image kaarten. Iced Image cards op YouTube. Ik denk, ja, dat is eigenlijk ook wel een heel leuk idee. Dan is eigenlijk hetzelfde principe, alleen plak je dan die losse paneeltjes net iets anders op. Dus dat ga ik doen met jullie vandaag. En mijn planning was eigenlijk een beetje anders, want ik zou met ander papier en dergelijke aan de gang gaan. Alleen zit GLS een beetje dwars. Dus ik heb besloten om nog een keer met dit papier aan de gang te gaan. Dat is dan de Color Swatch Ocean van 49 and Market. En dat is natuurlijk een van de nieuwere lijnen van hun. Heel mooi papier. En voor deze kaart zou ik willen adviseren om een designtje te pakken waarin je niet te veel een boven- en een onderkant en een links- en een rechts hebt. Omdat je dus die panelen, noem ik het maar even, die ga je schuin opplakken. En als jij dan een patroon in je papier hebt zitten wat echt van boven naar beneden of van links naar rechts, dan kan het zijn dat het niet heel mooi uitkomt. Dus lukt het? Pak dan een papiertje zonder al te veel poespas of iets. Nou, ik wil deze gebruiken. Beetje ja, watercolor, stencilachtig papier. Samen met het ivory cardstock van Florence. Of is het de off-white? Nou, de ivory of de off-white. Pak gewoon lekker een kleurtje wat mooi bij designpapier past. Ik heb nog even gekeken naar donkerblauw. Ja, de tickets horen er ook bij, maar ik heb die niet. Die ben ik zelf vergeten erbij te bestellen. En vervolgens ging ik vorige week nog een bestelling plaatsen. En ik vergeet ze gewoon weer. Dus ik heb ze nu in mijn winkelwagen zitten. Dus als ik nu weer een bestelling plaats, kan ik ze niet vergeten.
Ik heb wel die filmstrips in de kleur Ocean. Ik heb ook een heleboel andere kleuren, omdat ik ze ook leuk vind op layouts en dergelijke. En ik heb de Ocean Laser Cut Elements. Ja, dus er zitten eigenlijk al heel veel decoratie-elementjes in. Die hoef je alleen maar uit te drukken. Ja, ik denk dat jullie het zo wel kunnen zien. Misschien hier en daar een puntje afhalen. Maar dan kun je dus al heel leuk jouw creatie versieren. En je kunt er natuurlijk allerlei bloemen bij pakken, bij maken. Ja, net wat je zelf leuk vindt, hè. Even kijken. Nou, ik had... Maar ik zie hem niet. Nou, dan ga ik het overnieuw doen. Ik had al een basis gesneden, wou ik zeggen. Maar die zie ik even niet. Dus ik ga gewoon eventjes opnieuw de basis snijden. Dat is nooit weg. En ik ga dus beginnen met een stuk cardstock van 15 bij 30 centimeter. Oh, even mijn koffie aan de kant. Nou, ik doe het nu iets anders, dan hoef ik die arm niet helemaal uit te klappen. Dus ik snij hem gewoon eerst eventjes af op 15. Dan kan dit deel eventjes aan de kant, want die hebben we voor nu niet nodig. En dan draai ik hem, dus dan heb ik die lange zijde. Dan ga ik hem rillen op 15. Ja, want ik wil natuurlijk een basiskaart hebben van 15 bij 15. Nou kun je dit natuurlijk in iedere maat doen die jij zelf mooi vindt, hè? Dat wordt zo meteen wel duidelijk. Nou, dan ga ik hem eerst even vouwen. Nou, en dan probeer ik dat natuurlijk zo netjes mogelijk te doen, hè? Een mooie, strakke, rechte lijn hebben. En dan snij ik hem af op 15. Dus zit je in ruimtegebrek, heb je even niet de mogelijkheid om die arm uit te klappen, kun je dat dus op deze manier ook gewoon heel makkelijk doen. Spreek voor zich natuurlijk. Zullen we gelijk even het designpapier snijden? Dat is misschien wel makkelijk. Ik heb nodig 2 keer 14,5 bij 14,5. Want mijn basispapier... Mijn basiskaart is 15 bij 15. Ik moet hem even draaien, want hier zit zo'n strip aan. Dus ik snijd hem hier even af op 14,5. Dan kan namelijk ons snijapparaat uit beeld. Dan hebben we die niet meer nodig. Nou. En dan zo ook uiteraard 14,5. En dan kun je even kijken, want ik wil dan graag aan de binnenkant wil ik ook designpapier hebben. Op deze manier. Dan kun je voor kiezen om hetzelfde te gebruiken. Je kunt er ook voor kiezen om, ik noem maar iets, deze aan de binnenkant en deze aan de buitenkant. Want in principe is natuurlijk het voordeel van zo'n paperpad dat alle designtjes bij elkaar passen. Dus ik ga voor nu even voor de binnenkant, of de andere kant van het papier. Ik zeg niet dat ik die ga gebruiken, want misschien vind ik het wel niet mooi. Maar ik heb in ieder geval die stukjes klaar en dan kan deze aan de kant. Deze leggen we ook nog heel eventjes opzij. Of in ieder geval een van de panelen. Want we moeten eerst nog even wat snijden en aftekenen. Anders dan hebben we natuurlijk niet ons modelletje. Ondertussen vergeet ik bijna mijn koffie. En dan wil ik toch eigenlijk proberen om die een keer niet koud te laten worden. We hebben nodig een potlood en een liniaal en een mesje. En dan beginnen we met de basiskaart. En die basiskaart die vouwen we uit. Want we willen alleen op de voorkant snijden en tekenen. En niet op de achterkant natuurlijk. Nou, mijn basiskaart is 15 bij 15. Nou willen we aan de onderkant... Ik moet hem iets opschuiven, want mijn standaard zit in de weg. Oh, het is te zien voor jullie nog. Willen we het midden hebben? Nou. Het midden van 15 bij 15 is natuurlijk 7,5. Daar zet ik een stipje. Hoef je geen hele dikke lijn te zetten, gewoon een stipje. Je kunt dit snijden met je snijmachine. Ik doe het even met een mesje. En in dit geval gebruik ik dit mesje. Kan ook met een Stanley mes of een ander craft knife. Ik heb ook deze, dat is ook een hele fijne, vind ik zelf. Nou, laten we die nu gebruiken. Die is van Prima Marketing. Wat we gaan doen is van de ene hoek
hè, dus de buitenhoek van mijn kaart, ga ik naar dat puntje snijden. Dus ik leg mijn liniaal tegen het puntje aan. En dat doe ik daar ook. En dan gaan we dat er afsnijden. Volgens mij zat ik iets in mijn liniaal, maar dat geeft niet. Niet weggooien, hebben we nodig. De andere kant doen we exact hetzelfde. En nou is eigenlijk ook die liniaal van We Are Memory Keepers heel handig. Die had ik er ook bij kunnen pakken. Waar je, als je bang bent dat je papier gaat schuiven, is deze liniaal echt heel fijn. Als je die dan daarop legt en je drukt hem in, dan schuift die niet. Dat houdt je papier als het ware vast. Daar zit een anti-slipstrip, noem ik het maar, in. Nou, zoals ik al zei, deze niet weggooien, want die hebben we nog nodig. Dan pakken we ons designpapier, want daar moeten we hetzelfde mee doen. Nou, mijn designpapier is 14,5 bij 14,5. Ik hou altijd een halve centimeter kleiner aan. De helft daarvan is 7,25. Nou, dat is even, hè, dat is, ik hoop dat jullie het kunnen zien op die manier. 7 en dan 1, 2. En dan moet je een stipje zetten tussen het tweede en het derde streepje. Dat is wel te zien, denk ik, hè? Voor mij is het in ieder geval te zien. Ja, die liniaal is echt, ik heb hem niet gelinkt. Ik zag ook dat mijn lijstje er nog niet staat. Maar die liniaal is echt, echt een aanrader. Ik zal hem gebruiken. He, daar zit natuurlijk die strip in. En wat je dan doet, ik snij overigens wel altijd langs de metalen kant. Ik hoef in dit geval ook niks af te meten. Want dat heb ik natuurlijk al gedaan. Tenminste, in dit geval ja, is het gewoon heel makkelijk. Hoef je niet te meten. Dan druk ik hem in. Wel goed doen, op mijn papier. En mijn dop eraf. Want anders kan ik alsnog niet snijden natuurlijk. Ik druk hem in, dan ligt hij vast. Op een of andere manier moet ik iets harder drukken op mijn mesje. Nou, mijn puntje had iets scherper gemogen. Ik had iets meer naar de buitenkant gemogen, maar dat is niet zo heel erg. Dat zie je toch niet. Andere kant. Dat ga ik even zo doen, dat is makkelijker. Dan heeft mijn papier, of mijn strip heeft zeg maar meer houvast. Je moet echt niet te ver. Zo. Dat hebben we gedaan. Dan kan de liniaal aan de kant. Nou, ik heb wel, maakt op zich niet uit. Dus ik heb hier iets een bot puntje. Niet helemaal recht gesneden. Zal de warmte zijn, zullen we maar zeggen. Ja, mijn koffie, dankjewel. Ja, hij is prijzig, die liniaal. Dat vond ik ook. Maar hij is echt wel, ik zag hem bij Jeannette iedere keer. En hij is toch echt wel zijn geld waard, toch? Ik heb er echt al veel plezier van gehad. En ja, is dit echt de snijkant? Ik weet het niet. Er staan natuurlijk inches op. Maar ik werk ook regelmatig, zoals ik voor mezelf werk, in inches. Maar die plastic strip, daar snij je gewoon veel makkelijker in. Vandaar dat ik eigenlijk altijd langs die metalen kant snij. Maar goed, nu gaan we plakken. Je kunt dat met tape doen, je kunt het met, noem het eens, lijm. Net wat je fijn vindt. Dit zijn allemaal punten. Dus als je met tape werkt, zou ik adviseren, doe eerst dubbelzijdig tape en dan snijden.
Ja, er is ook een versie kleiner uit mijn hoofd gezegd. En volgens mij is die iets goedkoper. Wellicht is dat een optie om mee te beginnen. Maar hij is echt, wat mij betreft, is die echt zijn geld dubbel en dwars waard. Het is ook geen fluklineaal, absoluut niet. Wat kost een lineaal? Weet ik niet uit mijn hoofd. 20, 25 euro geloof ik. Maar dan weet ik niet over welke maat ik praat. Ik ga even kijken of ik hem zo voor jullie kan vinden. Hij heet de Supreme Ruler. Dat weet ik wel. Oh, even kijken. De Mini Supreme Ruler. Dus dat is de kleinere variant. Die is 20 euro. Nee, 25 euro. Ik zat bij een ander artikel te kijken. En die is 30 centimeter. Dat is degene die ik hier heb. Dus ik zal even voor jullie een linkje erin doen. Dit is de link van de liniaal die ik gebruik. Die is 30 centimeter. En ik dacht dat er nog een versie kleiner was. Maar die zie ik zo gauw niet terug. Dus ik kijk heel even snel nog een keer. En dan ga ik gauw verder. Dan komt dat later. En dan moet ik dat wellicht eerst eventjes navragen. Anders gaan we dadelijk dingen roepen die niet kloppen. Dat kan natuurlijk niet, hè? Linealen. Nou, er zijn ook niet 1001 linealen, natuurlijk. Oh, wacht. Hier is die andere, denk ik. Nee. Nee, ik kan hem zo niet vinden, maar ik ga er nog wel even achteraan. Maar deze is echt, echt een aanrader. Hey Marie-Louise, ik zag net een vraag, wat maak ik? Ik ben wat later. Ik maak een, hoe noemden ze zo'n kaart ook alweer? Crisco? Nee. Een leuk modelletje kaart. Alleen net iets anders vandaag. Dit is mijn voorbeeld. En ik ga net iets anders maken. Maar goed, we gingen lijmen. Anders dan zitten we weer alleen maar te kletsen. Dat is ook wel gezellig. Daar niet van. Maar uiteindelijk wil ik jullie natuurlijk ook iets laten zien. Nou, 49er Market heeft, vind ik altijd, erg fijn stevig designpapier. Nou, die punt spreekt natuurlijk voor zich, hè. Die komt hierop. Nou, dat is het voordeel van lijm. Zo, wel netjes plakken. Al droogt die ook onder je kont vandaan nu, door de hitte. Maar het werkt, het lukt. Nou, ik druk dat dan altijd even aan met mijn vouwbeen. Dat hij gewoon lekker goed vast zit. Vind ik altijd fijn. Nou, dan hebben we natuurlijk die twee panelen. En die gaan we ook opplakken. Nou, vind je het nou leuk om met meerdere designtjes te werken? Kun je natuurlijk zeggen, ik doe deze. Alleen heb je dan met dit papier dat jouw script scheef loopt. Nou kan dat met script natuurlijk altijd. Maar om het enigszins rustig te houden, omdat ik hem ook nog wil pimpen, ga ik voor deze. Hou ik dit dus hetzelfde en dan kan ik lekker losgaan met pimpen. Ja, precies. We willen ook een kaartje zien, dat vind ik ook. Dus we gaan even die panelen opplakken. Dus ik noem ze maar panelen. Het zijn natuurlijk eigenlijk gewoon de stukjes die je van de kaart af hebt gesneden. Nou, en als je het dan goed hebt gedaan, past dat precies hierop. Ik zie daar een stukje potlood. Dat wil ik niet hebben. Dus dat schum ik even weg. Zo. Nou, bij die van Craft de Klok had ik nog een extra laagje eronder gedaan.
Omdat ik dat leuk vond. Bij dit papier heb ik het niet gedaan. Omdat het papier van 49er Market al vrij stevig is van zichzelf. Dat is echt wel een stukje dikker als dat van Craft & Klok, vind ik. En mijn basis cardstock is ook al vrij stevig. Dus dan krijg je helemaal zo'n dik, dik project. En zeker omdat je een aantal laagjes op elkaar plakt natuurlijk. He, want die panelen die gaan we ook op elkaar plakken. En dan, vind ik dan, wordt het zo mega dik of zwaar. En dat hoeft niet altijd. Plus, ik vind het dan ook wel leuk. Het is kei mooi weer. Gewoon lekkere lichte creatie. Het hoeft niet altijd net donker. En, is trouwens ook nog een optie, bedenk ik me nu. Als je hem zo houdt en je wilt die zijpanelen normaal gesproken zo opplakken, kun je ook nog ervoor kiezen om nog een keer jouw designpapier te snijden en daar ook die driehoeken af te halen. Kunnen we misschien ook nog wel doen. Oh nee, want ik ga een andere maken. Ik laat even snel zien hoe jullie die andere kunnen maken, die ik dus net liet zien. Dat is niet moeilijk. Ik denk dat de meeste van jullie het wel weten, maar goed, ik zal het even snel laten zien voor degene die het niet weten. Als dit jouw kaart is, dan heb je die punten. Die moeten hierop. Hoe doe je dat? Eigenlijk heel eenvoudig. Je zoekt naar een positie waarin de twee punten van het brede gedeelte jouw basiskaart raken. En dan ga je een beetje zoeken, zodat die punt daarboven ook de kaart raakt. Nou, en dit plak je dan vast. Uiteraard tot hier, hè? Want dit moet los blijven. Vind je dat lastig, til je hem op, zet je even een dun potloodstreepje die je later weer uitgumt. En dat doe je dan met dat andere paneel hetzelfde. Ook daar ga je op zoek naar de positie dat die dus dat alle punten jouw basiskaart raken. Nou, dat lijm je zo vast. En dan heb je dus de creatie die ik net liet zien. Maar vandaag wil ik hem ietsje anders doen. En nogmaals, niet mijn idee, maar dit is een variant op deze kaart die ik zag bij Iced Image. Ik denk, ja, dat is ook leuk om te laten zien. Dan hou je je kaart dus zo. Dus in plek van dat je hem zo hebt, gaan wij hem zo maken. Wat is de bedoeling? Ik moet zelf ook heel even goed nadenken hoe we dit... ik moet deze hebben volgens mij. Yes. Volgens mij, ik ga even checken of ik het jullie inderdaad goed uitleg. Ja, dit is echt een malletje zonder, of een kaart zonder snijmallen. En heb je knipplaatjes bij. Je kunt natuurlijk heel leuk versieren met gewoon knipplaatjes of uit een die-cut boekje. Nou, doe ik het toch nog in één keer goed ook. Hoe kom ik aan het geluk? Wat is nu de bedoeling? Het bovenste deel willen we op het onderste deel plakken. Dus ik pak weer mijn potloodje. En ik zet een dun lijntje langs. Probeer er net onder, dat lukt niet altijd. Maar dan weet ik... Kijk, ik ga het proberen te laten zien. Daar en daar staan mijn lijntjes. Hier tussen moeten we lijn plakken. Ondertussen moeten we natuurlijk wel zorgen dat ons paneel, hè, dus de punt, die gaat naar de bovenhoek. Dus laat ik het anders zeggen. Als jij jouw punt hebt, is het de bedoeling dat je hem op deze manier houdt. Deze punt moet wijzen naar die bovenhoek. Hè, die moet echt in die bovenhoek. Deze punt moet de kaart raken. De onderkant van de kaart. Op deze manier. Dit houd je vast. Vind je dat lastig? Klip hem even vast. Doe er van dat non-permanent tape onder. Ik hou hem gewoon vast. Dan pak je je lijm of je tape. En dan ga je dus lijm smeren tussen die twee potloodlijnen. Niet erbuiten. Dat is niet de bedoeling. Maar gewoon tussen die lijntjes. Nou, daar kunnen we allemaal wel, toch? Zo. Dan pakken we deze.
En we wisten natuurlijk al een beetje, hè, we kunnen al een beetje geleiden door de streepjes. En je kan natuurlijk wel iets schuiven nog, hè. Dat is het voordeel van lijm. En die druk je even heel goed aan. Natuurlijk hebben we hem dan nog los, maar dat is niet erg. Nou, ik doe dan voor de zekerheid, ook al zie je het niet, denk ik, even mijn potloodlijntjes uitgummen. Dat vind ik dan altijd wel weer zonde van mijn creatie. Nou, dan leg ik hem weer neer. Hè, met die punten. In principe, als je dat goed gedaan hebt, past dat dus kei mooi. Zo, op deze manier. Nou is het de bedoeling dat die hierop geplakt wordt. Nou, wil je dus niet knoeien met je lijm? Je kunt hem dus alleen op de bovenste plakken. Je kunt hem ook op de onderste hier nog mee plakken. Ik denk dat ik hem in dit geval alleen op de bovenste vastplak, omdat je anders een deuk erin krijgt. Dus ook hier heb ik weer lijntjes gezet, hè, langs die buitenlijn. En die ga ik even voorzien van lijm. Is het nog duidelijk zo? Of ben ik abracadabra aan het doen? Anders schillen hoor, dan gewoon aangeven als het niet duidelijk is. Want dan zeg ik het gewoon nog een keer. Heel duidelijk, gelukkig. Daar ben ik blij mee. Nou, die lijm zit erop. Dan lijnen we de kaart weer uit. En dan druk je hem even dicht. Nou, ondertussen veeg ik mijn potloodlijntjes weer even uit. En dan heb ik mijn kaart. Of de basis eigenlijk klaar. Nou, piece of cookie toch? Dat dacht ik. Ja hoor, het is nog vol te houden. Ik doe gewoon lekker rustig aan. En eigenlijk hebben we de basis gewoon al, ja, al klaar. Nou, dan had ik natuurlijk dit designpapiertje. Dan gaan we even kijken. Als ik deze hier opplak, hoe dat uitkomt. Ik vind dat best wel leuk dat er toch net even wat verspringt. Ik kan natuurlijk ook kijken of dat je in je papier nog een ander designtje hebt wat er beter bij past. Maar goed, ik wil in dit geval ook niet een hele drukke bonte poeha hebben. Of je pakt deze. Ja, inderdaad, kan ook heel goed voor kerst. Mooie sterren nog op. Of nou ja, inderdaad. Ja, wat zullen we nou eens doen, hè, met designpapier? Ik vind die met het plaatje zelfs beter passen. Jij bedoelt deze, Yvette? Ik vind dat ook wel mooi. Toch net even wat anders. Heb je een iets rustigere achtergrond. En dan komt hier natuurlijk nog van alles op, hè? Ik ga gewoon voor deze. Laten we eens gek doen. Nou ja, is natuurlijk niet gek, maar dat is het voordeel van zo'n paperpad, hè. Eigenlijk altijd kan gewoon alles met elkaar gecombineerd worden. Natuurlijk past het ene mooier als het andere. Absoluut. Maar ik vind dit leuk. Dus we gaan dit gewoon zo opplakken. Wel even opletten dat ik natuurlijk mijn tekst goed plak. Dan zit ik continu tegen jullie te vertellen, let op je designtjes en zo. En dan zou ik het zelf nog verkeerd doen. Zou ook niet de eerste keer zijn hoor, dat ik me dat overkomt.
Ik moet zeggen, dat is dan wel weer een voordeel als je werkt met tape. Als je dat verhit met de heat-tool, dan kun je hem loshalen heel voorzichtig. Zonder dat je je papier al te veel beschadigt. Nou, dan hebben we hier eigenlijk al de basis. Je kunt ervoor kiezen om nog zo'n driehoek te maken. Nou, dat is natuurlijk vrij simpel te doen. Dat is nogmaals een stukje van 14,5 bij 14,5 snijden. En dan ben je die puntjes eraf. Dan zou je die nog hier overheen kunnen plakken. Ik doe dat niet. Waarom niet? Omdat dit al vrij dik is. En je hebt met verschillende niveaus te maken, om het zo maar te zeggen. He, omdat je meerdere lagen op elkaar plakt, dat ga je zien. Dus ik laat hem gewoon lekker zo. En weet je, dit mag je in principe ook prima zien. Je kunt er nog een leuk plaatje op plakken. Ik doe dat niet. Ik laat hem lekker zo. Nou, je kunt ook ervoor kiezen om de achterkant nog te beplakken. Dat ga ik wel doen, denk ik. Ik doe dat meestal. Soms is het net of je een ander naaapt met reactie. Maar het overlapt elkaar. Ja, dat is meestal. Als we gewoon gezellig met een grote groep zijn. Dan hebben er vaak heel veel mensen toch wel hetzelfde te vertellen. Maar goed, dat geeft niet. Dat kun je ook niet weten van elkaar, hè. En dan kun je natuurlijk denken van... Van ja, ik zeg maar niks, maar als iedereen zo denkt, ja, dan... Even mijn lijm dicht doen, want hij begint alweer dicht te zitten. Oh, nou wil hij er gewoon helemaal niet in. Echt, ik ben zo'n ster in mijn lijm open laten staan. Maar zeker met deze temperaturen, wellicht beter van niet. Ik ga even die laser cutouts erbij pakken. Die heb ik nog niet open gehad. Ja, wordt het veel saaier. Zelfs niet om ze te bekijken, want ik had ze op het plaatje gezien en ik vond ze gewoon al leuk. Dus ik denk, ja, die wil ik er gewoon bij. Gauw het plasticje aan de kant, want dat schittert natuurlijk. En dan zijn het van die vellen op deze manier. Leuke teksten zitten er zelfs bij. You make the sunshine, you can make a difference. Moments frozen in time, you fill my heart. Strikjes, postzegeltjes, doilies. Nou, ik vind doilies altijd erg leuk. Oh, die hortensia vind ik ook leuk. Zo'n border, maar dat past niet echt bij de kaart. Of een vlinder. Keuzestress, hè? Oh, dit is nog een achterkantje. Kun je die vlindertjes uitknippen. Je kunt dit gebruiken als een label. Hier kun je natuurlijk nog lekker op kliederen. Zou je nog in het midden hier kunnen plakken. Als je het leuk vindt om een tekst dingetje te doen. Ja, ik vind die bloemen ook heel tof. Dus ik ga iets met die bloemen doen. Oh, en oh, ik zit tegen mijn camera aan te stoten, sorry. En misschien die doily. Dus ik ga toch die doily er even uithalen. Die kan ik daarna gewoon weer in het zakje doen. En die laser cutouts, hè, die zijn echt wel van een mooie kwaliteit. Dik cardstock, maar dunner als chipboard. En die vind ik eigenlijk ook heel leuk. Maar die borden vind ik hier niet zo bij passen. Dus, we gaan nog eens even kijken. Ik zat te denken. Die bijvoorbeeld daar. Nou, kan je daar een stukje, ik noem maar wat, hè. Is misschien ook wel grappig. Een stukje kant. Zo. En dan, ik wil niet te veel. Ik wil op het puntje wil ik een vlindertje doen. En er zitten best wel hele mooie verschillende maatjes in. Of een libelle. Of ja, ik denk dat dit een libelle is. Of gewoon een grote bloem. Dat kan natuurlijk ook. Die is wel heel groot, hè. Die ga ik niet doen, want die haalt, denk ik... De creatie naar beneden. Of gaan we het gewoon proberen?
voorzichtig even uitdrukken natuurlijk, ja. Want je hebt wat fragiele puntjes. Zo. Even kijken. Ik had gezegd. Die daar. Ik knip even een stukje kant af. Misschien haal ik het zo meteen weer weg. Dit wordt dan afgeknipt op de hoogte van de kaart, hè? Zo. Nou, en wat ik altijd doe. Ik knip wel eventjes die puntjes weg. Ik moet even, deze heeft net een te lang puntje. Begin ervan te trillen, jongens. Hè, foei. Je kunt ook, die heb ik hier eigenlijk ook altijd standaard liggen. Van die sending disc van Tim Holt. Kun je dat ook heel mooi doen. En zeker omdat dit dus echt stevig is. Dit zijn echt stevige cutouts. Die cuts, hoe wil je ze noemen. Kun je ze ook prima wegschuren. Als je dat knippen vervelend vindt, of je krijgt net dat puntje niet mooi weggeknipt, dat heb ik nog wel eens, dan blijf je toch net iets zien. En dan gebruik ik dus die sanding discs. Kun je gewoon op zo'n blending tooltje doen. En die vind ik daar dus echt ideaal voor. Ik doe dat ook bij Chipboard van Minte bijvoorbeeld. Die hebben dat ook. Dat die puntjes eraan blijven zitten als je dat eruit snijdt. En dan haal ik even dat dingetje eroverheen. En dat gaat prima. Die rechtonder past mooi. Nee, mijn koffie is op. Dus ik heb niet meer slok koffietijd. Die zouden we dan iets verhoogd kunnen opplakken. Met een beetje sisal eronder. Ik vind dit wel leuk. Ik vind hem toch wel mooi. Of niet? Komt deze ook op het blog te staan? Ik ben van het Hobbyvision Live team. Ik maak geen blogberichten. En ik zou jullie heel graag een werkbeschrijving willen beloven. Maar ik heb daar echt op het moment de tijd niet voor. Maar ik zie dat Mirjam al zo lief is geweest om het uit te schrijven. Ik kan wel aan de dame... Ah, Tiet, mijn rengende, reddende engel. Tiet gaat voor jullie een bestandje maken, dames. Dus heb even geduld. Ik stuur vandaag, ik weet niet hoe laat, de maten naar Tiet. En dan maakt zij voor jullie een bestandje. Even denken, dames, want ik wil natuurlijk nog een vlinder. Dus daar kom ik weer met mijn... ik denk een beetje een iets donkerdere mag wel, hè, op dat... Oh, die blaadjes vind ik ook leuk. Nee, niet te veel, Sabine. Niet doen. Ik denk deze. Die vind ik mooi. Denk ik, hoor. Dan haal ik ook even een iets ander kleurtje eruit. En dan gaan we gewoon even kijken. Misschien moeten we er wel twee doen. Kan natuurlijk ook. Ja, die libellen vind ik ook leuk. Die is denk ik wat groot. Deze is een maatje kleiner. Die halen we er gewoon ook even uit. Want alles wat ik overhoud, doe ik gewoon los weer in het zakje erbij. Hè? Dan raak je het ook niet kwijt. Even kijken. Nou, ik vind het dan altijd leuk om die vlinder even een beetje te buigen. Hè? Dat die vleugeltjes gewoon lekker omhoog staan. En ik dacht op de punt zo een vlindertje te doen. Ik moet zeggen dat dit voor mijn doen een vrij kale creatie is. Ik ben natuurlijk altijd wel van de lekkere vol en... Oh, die blijven ook wel goed omhoog staan, moet ik zeggen. Het is echt een hele fijne laser cut-out. Echt een aanrader. Vlindertje. Of, ik moet nog wel even de vleugeltjes doen. Maar, ook hiervan wil ik... Gaan we voor een, zullen we gewoon een libelle doen? We doen natuurlijk altijd al vlinders, hè? We gaan voor de libellen. Vind ik wel leuk een keer. Zo.
Melijn. Ja, die libellen is gewoon leuk. Is een keer wat anders. En die ga ik hier plakken. Die mag op de punt gaan wonen. Ik ga dit zo opplakken. Ik ga eerst die doily opplakken. Nou, wat doe ik dan? Eerst even natuurlijk die... hier. Die puntjes weghalen. Die willen we natuurlijk niet. Nou moet ik zeggen dat het bij die doily op zich wel meevalt. In principe zie je dit niet, hè. Maar ik doe alleen even spieken, want ik heb twee... Deze kleur wil ik. Nee, deze. Had ik toch? Ja, dat is goed. Ik doe alleen op die halve cirkel lijn. Ik ga niet alles helemaal vastplakken. Ik vind het wel leuk als het ook nog een beetje, beetje los zit. Ja, zat ik ook te denken om die vleugels met glossy accents te doen. Ik zal hem er zo eens bij pakken. Zo, nou, ik vind dat dus toch wel leuk om dan hier een kantje te doen. Die knip ik schuin af. En dat hoeft ook niet mega aanwezig te zijn, maar ik vind dat gewoon leuk om dat net even wat anders. Dus ik doe een stukje tape. Ik plak dat altijd een beetje vast met dubbelzijdig tape. Een kantje. En er komt natuurlijk toch nog wat op. Nou heb ik mijn lijmpistool niet aangezet. Dus ik moet even kijken of het zometeen met de gewone lijm lukt om sisal vast te plakken. Nou vind ik dat schaartje van Crafters Companion altijd erg fijn om kantjes mee en lintjes mee te knippen. Al is die nu erg vies. Ik pak even een ander. Ik moet hem eerst even schoonmaken. Ik heb daar denk ik foamtape of zo mee geknipt. Zo. Hier doen we natuurlijk hetzelfde. Wel even opletten als je zo gaat knippen dat je niet in je kaart knipt. Dat zou zonde zijn. Dan kunnen we dat natuurlijk ook wel weer oplossen, maar toch zou het zonde zijn. Ja, ik vind die bloem leuk. Moeten we er wel zien? Ja, we moeten er wel een beetje sisal onder doen. Ik ga een klein beetje sisal pakken. Niet te veel. Oh, er zit een donker stukje tussen. Dat wil ik niet. Dat vind ik niet zo mooi bij deze creatie. Nou, ik kijk nooit hoe ik dat opplak, hè. Dat weten jullie. Al die lange vlerken, dat doe ik gewoon zo. Papa. Maar goed, ik heb dus niet... mijn lijmpistool aangezet. Ja, de bloem komt verhoogd, dat sowieso. Ik hou van diepte. Nou, ik plak daar gewoon zo even een beetje op. Hou ik daar even vast. Dus ik hoop dat dat houdt. Ik denk het eigenlijk niet, als ik het zo bekijk. Hoeveel tijd... Oh, ik slinger even mijn lijmpistool aan. Die is zo warm. Ik denk dat hij dit niet gaat doen met deze lijm. Ook al is het een hele goede lijm, hoor. Even denken. Ik wou nog wat pakken. Oh ja, ik ging de bloem verhoogd opplakken. Maar ik heb ook nog... Ik moet even kijken of het leuk is. Dit is van die achtergrondstans uit de Write Your Story collectie van JMA. Heb ik nog deze gestanst. Uit het Basic Paper Pad van Janine's Mindful Art. Uit de Essentials collectie.
En ik dacht, misschien is het wel leuk. Misschien is het wel helemaal geen gezicht en wordt het echt too much, hè? Toch kan het wel. Geeft zeg maar net eventjes wat extra. Nou zit ik geloof ik overal in de knoop. Die sisal die wil niet met de hard glitter. Of ik heb te weinig geduld. Dat kan natuurlijk ook. Ik denk dat ik ga niet... Ja, deze misschien zo meteen nog... Ik vind deze leuk. Zal ik die dan onder het sisal doen? Dus zo. Sisal erop. Die komt natuurlijk verhoogd. Ja, ik vind dat leuk zo. Wat vinden jullie ervan? Nee, andersom. Wacht even. Ik moet toch wachten tot mijn lijmpistool warm is. Dus zo. Dan zo. En dan blijven liggen. Zo dan. Ja, de raster is echt heel leuk. Dat is deze set. Oh, ik heb de stansen er los in mijn verpakking zitten. Ik zal hem even omdraaien. Dus de Writing Background Elements. En deze is dus deze. Die tekst. Ja, ik heb hier al een stukje van gebruikt. Maar dat is deze. Want je kunt ze dus ook prima gewoon in stukken knippen. Hè? En gewoon delen gebruiken. En deze is degene die ik hier dus onder heb. Ja, ik vind dit leuk. Zou die al warm zijn? We gaan eens even spieken. Of je doet er een nieuw patroon in. Wil ook wel eens helpen natuurlijk. Zo. We nemen het sisal. Kom ik weer met mijn spateltje van Sizzix. Daar ben ik inmiddels mee getrouwd. Wat ik de vorige keer liet zien, hè, met die vingertopjes, zeg maar, die siliconen. Mijn raster. Dan doe ik een drupje op de sisal. Hoeft niet veel te zijn. En daar, druk ik dat puntje even in. Nou, dat is natuurlijk vrij snel droog. Nou wil ik eigenlijk die bloem een klein stukje verhoogd. Nou heb ik hier altijd stukjes chipboard liggen. Nou, ik knip er wel even één. Checken of die er niet onderuit komt. Nee, dat kan helemaal prima. Nou, ik ga dat in dit geval gewoon even met het lijmpistool doen. Die siliconen set bedoel je, Linda? Ja, ik ben daar inmiddels ook bij bloemen maken. Ik ben daar inmiddels echt mee getrouwd. Ja, ik vind hem leuk zo. Voor mij doen vrij simpel. Maar goed, dat mag ook wel eens. Hè? Hoeft niet altijd... Sometimes less is more, zeggen ze wel eens. Hè? Mag ik ook wel eens leren. Nou, en dan die slierten die ik te lang vind. Die knip ik dus af. Dit mag wel een beetje uitsteken. Vind ik niet erg, ik hou daar wel van. Ik ben dus niet van, hè, dat weten jullie, ik ben niet van het clean en simpel. Nou, ik denk dat ik hem gewoon, eigenlijk moet er nog een tekst op trouwens. Maar die kunnen we ook aan de binnenkant doen. Happy birthday of for you.
Nee, Sabine, stop. Niet doen. Ik denk dat ik hem zo laat. Anders ga ik hem weer helemaal vol plakken. Het enige wat ik nu bedenk wat misschien nog wel leuk is, mits ik die nog heb. Kijk, even spieken. Of ik nog van die blauwe plaksteentjes. Nou, die moet ik wel hebben, maar ik kan ze zo snel niet vinden. Ik weet dat ik ze vorige week heb gebruikt. En wat ik ook nog vind, maar dat slaat als een tang op een varken. Zijn deze. Niet doen. Nee, ik ga het gewoon hierbij laten. Ik vind hem leuk zo. Oh ja, glossy op de libellen. Heel goed. Even kijken waar ik mijn glossy heb hoor. Even kijken, dat is de crackle. Hier is de glossy. Ik denk dat ik die even door moet prikken. Ik heb dat meestal, als ik hem dan heel eventjes niet heb gebruikt, moet ik hem even helpen. Nou, ik probeer het dan altijd wel even. Ja, hij doet het. Dat er geen luchtbelletje of zo in zit. Nou, je kunt dit natuurlijk met een kwastje doen, hè. En mislukt het, halen we hem eraf en doen we er een ander op. Je kunt het ook van tevoren doen. Als je bang bent dat het niet lukt als die al op je creatie zit. Kun je dit natuurlijk ook nog prima eerst even doen. Mijn stem laat me in de steek, horen jullie het? Draai hem even om. Dit kan natuurlijk ook met die, hoe heet die pen? Van Studio Light heb je ook zo'n pen, hè? Om dit te doen. Kun je ook op die bloemen van die drops meemaken en zo. Nou, dit gaan we laten drogen. Heb ik hem hier nou? Klein drukje erbij. Moet natuurlijk wel helemaal gevuld zijn. Zo. Je bedoelt die metalen tip. Daar heeft Tiets net de link van ingezet. Ideaal. Nou, dit is toch helemaal leuk? Ik vind hem helemaal leuk. Nou, ik ga het hierbij laten. Ik ga lekker afsluiten. Dit is inderdaad zelf gemaakt. Ik moet er wel, hier staat mijn naam in. Ik moet er wel heel eerlijk bij zeggen dat ik dit als cadeautje opgestuurd heb gekregen. Ik hoop dat alles duidelijk was. Ik ga later vandaag de maten naar Tiet sturen. Want ik moet zo meteen echt door voor mijn volgende afspraak. Dan hoop ik dat vanmiddag ook mijn glossy accents droog is. Dan zet ik hem op de foto en plaats ik hem op de groep. Uiteraard komt de live ook nog op YouTube. En vanmiddag is natuurlijk Janine nog live. Met een nieuwe showtime. Heel gevaarlijk. Veel te veel leuks. Ja, dus dat. Geniet van het mooie weer. Dank jullie wel dat jullie er weer bij waren. Was gezellig. En tot de volgende keer. Doei doei!